Hallo beste kijkers, we zijn vandaag bij de obstakelrun in Sittard. En de deelnemers die moeten meer dan 50 obstakels over, zoals hier op de kaart wordt aangegeven. En dat ziet er spectaculair uit. We gaan een kijkje nemen. Hoe was het vandaag? Leuk, hè? Ja, wat is er zo leuk aan dit? Gewoon een beetje door de modder rollen, een beetje bezig zijn, hè? Ja. Is dat leuker dan polstok ook springen? Nee, dat is niet leuker dan polstok ook springen, maar een goed alternatief. Om een beetje op je oudere dag, ik wil niet zeggen oude dag, een beetje bezig te blijven. Ja. Een beetje bewegen is gewoon gezond en je moet daar gewoon lol in hebben. Je moet iedere keer nieuwe uitdagingen zoeken en nou, dit is er eentje. Ja, voor de kijkers die jou niet zouden kennen, wie ben je? Dat is niet eerlijk, hè? Ik word te oud. Ik ben Rens Blom. Ik was vroeger atleet. Moet ik nog iets over mijn prestaties vertellen? Of, Nee, ik denk dat de mensen dat wel weten. Je komt uit Sittard in ieder geval. Kun je ondertitelen? Ja, ik woon hier. Ik kom met de fiets vandaag, dus dat komt helemaal mooi uit. Ja. Maar ik ga er ook graag voor een auto zetten. Ja. Ik heb ook al 21 kilometer zo'n obstakel gedaan, dus ik kan het iedereen aanbevelen. Je zei vroeger atleet, nou dit is toch ook behoorlijk intensief? Ja, het is leuk. De afstand is meestal het probleem. Of ja, het probleem, de uitdaging. Problemen zijn er niet, hè? Niet de obstakels? Nee, ja, voor mij niet, maar dat is meer omdat je dan vroeger uit de turnen komt en uit het springen. Ja. Ja, dan ben je al redelijk bewegelijk, goed bewegingsgevoel. Ja. Als ik dan zo'n heuveltje op moet, zeg ik een kuitenbijter. Dan voel ik de uitdaging en dan word ik altijd blij van. Dan weet ik dat ik boven ben en dat ik niet ben gaan wandelen en dat is het goed. Ja. Wat is, dus dat is het zwaarste voor jou, zeg, met die heuveltje? Ja, ik ben vanuit... origine eigenlijk een krachtsporter. Polstok springen is gewoon een krachtsport. En dan is alles wat een uithoudingscomponent heeft, gewoon, is gewoon een uitdaging, is gewoon zwaar. Ja, en dit is voor iedereen aan te raden? Ja, absoluut. Je wordt vies, je wordt moe. Je hebt uitdaging, dus ja, wat wil je nog meer eigenlijk, toch? Ja. Geniet er nog van vandaag. Ja, komt goed. Zou je even willen voorstellen? Mijn naam is Bjorn. Waar kom je vandaan? Montfort. En hoeveel kilometer heb je vandaag gelopen? Ik heb vandaag de 6 gerend. En hoe was het? Ja, het was wel zwaar. Wat maakt het zo zwaar? Ja, toch wel de obstakels, het vele springen, zeg maar. Daar raak je wel uitgeput van. Ja. En wat is dan het zwaarste obstakel? Ik denk met de boomstammen, waar je de hele tijd over de boomstammen heen moet springen. Ja. En heb je specifiek getraind hiervoor? Ja, ik heb een paar keer een stukje gehardlopen, maar niet echt... Niet echt op obstakels getraind? Nee. Nee. Misschien de volgende keer wel doen. Ja. Maar je hebt het uitgelopen? Ja, dat wel. Dus, geeft dat een kick? Ja, dat is wel is leuk om te doen. Het is toch leuk als je over de finish heen komt en dan het gedaan hebt, zeg maar. Ja. Je vraagt me af, want het zijn 50 obstakels, ja, dat is de 12 kilometer. Het zijn er heel veel in ieder geval. Wie doet dat voor zijn hobby? Ik denk dat het beste doen is voor een hobby. Het is wel echt leuk om te doen. Het geeft wel echt een kick als je, zeg maar, over de obstakels heen komt. En, als ze echt zwaar zijn en je het toch haalt,
Dus toch wel een lekker gevoel geeft dat. Zeker, iedereen, het is voor iedereen aan te raden. Ja, het is wel echt aan te raden, ja. Stel je even voor. Ik ben Kim Wijnands. Waar kom je vandaan? Uit Maastricht. En vandaag heb je hoeveel kilometer? De 12 kilometer. Hoe was het? Leuk. Ja, was leuke obstakels, zwaar, maar we did it. Doe je dat vaker? Ik heb het dus nu voor mij de derde keer. Oké. En wat is dan het zwaarste? Is het langste stuk rennen. De obstakels die gaan wel, maar... Je hebt gelukkig dan wat handjes bij de obstakels om je te helpen. Ja. Dus het is een obstakelrun en iedereen vindt het zwaarste dat rennen er tussendoor. Ja, ja, tenminste ik. Dus, net ook al iemand. Wat bleef? Net ook al iemand. Oké. Ja, het zijn toch, je komt voor de obstakels en niet voor het rennen natuurlijk. Ja. En wat is dan het leukste obstakel? De modder. Gewoon lekker ouderwets door de modder rollen. En vies worden. Vies worden, ja. Ja. Dus, En train je ook hiervoor? Moet je daar specifiek voor trainen? Nee, dat niet. Nee, daarom hebben we er ook wat langer over gedaan. Oké. Dus, het is niet zo dat je er krachttraining voor moet doen? Ik denk het eigenlijk wel, maar soms doe je aan dingen mee dat je denkt van, misschien had ik iets meer moeten trainen. Ja, maar je hebt het, dat is gelukt. Ik heb het gedaan, ja. Fijne dag.